klimaat is eigenlijk mijn nummer één issue. Eigenlijk altijd het grootste probleem van mijn generatie. Ja, ik vind eigenlijk dat er echt nu iets moet veranderen, want anders gaat het mis. Op het gebied van klimaat doet de provincie heel veel. Hè. Kies je voor duurzame energie of kies je voor rokende kolencentrales? Het gaat om de plek aan tafel. Wij GroenLinksers kloppen net als veel minderheden, net als mensen met schulden, net als mensen die ziek zijn, net als mensen die zorgen hebben over het klimaat aan de deur van de macht, omdat we het anders willen doen. Eerlijker, beter, toekomstgerichter. We zetten de turbo op de energietransitie en pakken samen klimaatverandering aan. Het wordt tijd dat we niet langer praten over klimaatbeleid. Het wordt tijd dat we het gaan doen. De scholieren in Den Haag, ze waren met vele duizenden en ze staakten voor het klimaat. En wat werd ik daar vrolijk van. Zo mooi. Zo ontroerend. En zo terecht dat zij strijden voor hun toekomst. Dit vroege voorjaar in de aanloop naar de verkiezingen. In de eerste weken van maart gaan we nog veel meer zien en beleven. Vakbonden die een grote demonstratie organiseren voor een eerlijk pensioen voor jong en oud. Leraren die massaal gaan staken voor een beter salaris en minder werkdruk. Vrouwen die hun rechten, hun lijf, hun leven opeisen op de Women's March. En allemaal zullen we er zijn op 10 maart voor de grootste klimaatmars ooit. Vrienden, dit wordt het voorjaar voor verandering.